Ik zet de weegschaal even op de stand dat ik ga klussen. Dan meet hij nu eventjes helemaal niks. Zodat alle gewichtswijzigingen die ik nu doe niet geregistreerd worden. Dus stel dat ik nu een raam erbij inhang. Dan telt hij die niet mee als gewicht wat als honingtoename gekomen is in de kast. Die telt wel mee in het totale gewicht van de kast. Maar deze weegschaal houdt apart wat er als gewichtstoename gebeurt en het totale gewicht van de kast. Die twee zijn niet gelijk aan elkaar. Klinkt gek, maar is heel logisch. Is niet logisch, maar is wel correct. Zo moet ik het zeggen. Erg veel bijen. In de bovenste honingkamer. Echt veel meer dan dat ik had verwacht. En ook al veel gewicht in de bovenste honingkamer. Nou, dat is een zeer positieve meevaller. Want tot nu toe had ik eigenlijk niet verwacht dat er veel honing was. Nou is dit een honingkamer met veel kunstraad. Maar die zijn ze wel aan het bouwen. Dat is een goed teken. Oké. Daar doe ik dan even niks mee. Die is nou 1/3 vol. En deze zal dan helemaal vol zijn. Krijg het ook zomaar niet af. Ja. De linde is eigenlijk nog niet begonnen en ik had hier eigenlijk alleen maar lindehoning verwacht. Deze bakken zitten behoorlijk vol, dus ze hebben toch wat gevonden hier. Ik ben hier eigenlijk al 3 weken niet geweest. Kijk, mooie verzegelde ramen. Dus dat ziet er gewoon heel goed uit. Nou, dan moet ik hier gaan planken gaan plaatsen. Oh, die is niet te tillen. Goeiedag zeg. Nou, gaan we eens kijken wat de stand der zaken is. Na 3 weken niet kijken. Die heb ik opgebouwd met een jonge koningin, een F1 koninginnetje. Gewoon als aflegger. Nee, sorry, als kunstzwerm moet ik zeggen. Met een raampje broed, dus een rijke kunstzwerm, zou je kunnen zeggen. Ja, het eerste raam is ons het buitenste raam, dus hier zitten 2 sluitblokken. Het buitenste raam is aan de onderkant darrenbroed, aan de bovenkant werkstebroed. Daar zit ook erg veel darren op. En het darrenbroed is wel opnieuw belegd. Ja, daar liggen eitjes in. Dus ze willen nog wel even darrenbroed maken. Dat mag van mij, ik snij nooit darrenbroed. Darren zijn een onderdeel van het volk. Belangrijk voor de bevruchting van allerlei koninginnetjes. Dan hebben we het eerste raam. Ik heb weinig licht hier. Op het eerste raam. Ik kan het echt niet zien. Even naar het licht lopen. Op het eerste raam zien we eitjes. En gesloten broed. Dus dat is een uitlopend broedraam. Die dan direct weer door de koningin belegd wordt. Dat is het tweede raam, het derde raam. Ook vol met eitjes. En uitlopend broed. Dan zou je ook de koningin hier kunnen zien. Nee. Ja, toch, daar loopt ze. Daar loopt de koningin. Prima, ik zie ook geen zwermcellen. Eigenlijk ben ik nu al klaar met kijken. Voor de camera ga ik dan even door. Mooi broedraam. Bovenin een klein beetje stuifmeel. Geen eitjes meer. Maar prima. Weer zo'n broedraam. Ook prima. Dus lekker veel bijen dadelijk voor de lindendracht. En nog geen enkele zwermstemming. Dus dit is een fantastisch volk. Ik ga niet verder. Ik heb het wel gezien. Veel gesloten broed. Eitjes, larfjes, alles is er. Dus dat is gewoon goed. Ik schuif hem weer dicht. Dit volk zit op 2, 4, 6, 8 ramen. Dat is vrij sterk. Dat is eigenlijk meer dan wat ik normaal doe. Je ziet ook al dat aan de bovenkant ietsjes een stuifmeelkrantje ontstaat. En dat zal komende tijd ook nog iets meer worden. Maar dat vind ik allemaal helemaal niet zo erg voor dit jaar. Het belangrijkste is geen zwermstemming, terwijl het een bom van een volk is. Dus dit is echt een volk waar je veel honingdracht van kunt verwachten. Nou ga ik iets doen wat ik normaal niet doe. Ik zet namelijk de lege
honingkamer zet ik onderop. Daarop zet ik een echte lege. En dan zet ik dan de twee volle honingkamers. Zodat ik, als ik terugkom, alleen maar een plank hoef te zetten tussen die tweede en de derde honingkamer. Anders moet ik alles er weer aftillen. Een plank bedoel ik een bij je uitlaat. Dan wil ik niet de lege honingkamer onderop zetten. Niet op de broedkamer, want dat zou direct stress geven. Dan hebben de bijen de indruk dat er geen voer meer is. En dan heb je kans dat ze in het broed gaan. Af, oh, het is niet op te tillen zeg. Dat is echt wel vervelend van het imker, hè, dat die bakken zo zwaar zijn. Een driekwart volle honingkamer. Zo. Hallo. Boven de kop. Dus dat is goed. Dan gaat hier een lege honingkamer op. Dan voorkom ik dat als er toch dracht is komende dagen, dat ze die niet kwijt kunnen. En dan zet ik de twee volle honingkamers. Die zet ik erop. Nou, hiervoor ga ik even op de bok staan, maar zo hoog kan ik niet tillen. Oh. Mm. Zo. Lief volk, veel dracht. Zou een potentieel darrenvolk kunnen zijn voor volgend jaar. Dan moet ik alleen even op de kast schrijven wat ik gedaan heb. Zodat als ik morgen met de planken kom, dat ik weet waar ik de plank moet plaatsen. En dat doe ik gewoon altijd met een pijl. Achterop de kast. Het is hier nog steeds drassig. Het is onvoorstelbaar hoe nat het is dit jaar. We gaan wel naar juni en nog sta je in de modder. Hebben de bijen er weinig last van. Die staan goed hoog op de bok. Dan hebben ze minder last van de vocht.